Ik ben naar de hotelschool gegaan omdat als wij kind waren, wij komen uit een gescheiden gezin, maar absoluut geen probleem. Bij mijn mama was dat heel warm, heel moederkloek. Zij was heel begaan met ons en bij mijn papa was het feest. Die stond in de keuken, die maakte echt al ongelofelijke dingen, zoals canard-laké. Maar de energie en de vreugde van het leven dat daar was, en lekkere wijnen en lekkere bieren. En hij bracht dat dan naar die eetzaal en de mensen, wow, André, dat is fabuleux. Dat wou ik echt doen later. Ik zeg, ja papa, dat wil ik ook worden. Ik wil feest, want eten is feest. Ja. Ik ben heel hard bezig met echt eten. En echt eten is voor mij voeding dat zo onbewerkt mogelijk is. En zo vers mogelijk. En zo gevarieerd mogelijk. En dan denk ik, dat kan ook een wafel zijn, maar dan een echte wafel vanuit het kraampje. En niet uit een plastic zakje vanuit de winkel. Ik heb ja gezegd op de vraag om mee te gaan naar de Inca Trail met de Vredeseilanden. Omdat zij ook heel hard bezig zijn waar ik zelf mee bezig ben. Ja, ik denk dat ik zelf en vooral Vredeseilanden niet naar daar gaan en zeggen van hey, doe het niet zoals bij ons. Want allee, wij hebben eigenlijk ook nog heel veel terug te leren of terug te zetten hoe dat het zou moeten gaan. Zij zijn daar wel goed bezig. Zij zijn daar ook natuurlijker bezig, maar ze moeten juist het systeem vinden om het op de markt te kunnen brengen en er ook iets te kunnen aan verdienen. Om juist die stempel niet te hebben van, ach, ik ben maar een chocolade, een cacao of een quinoa boer. Ik kijk eigenlijk naar de volledige reis uit, want het gaat heel gespreid zijn. Hè. Ik ben ook heel enthousiast om Elvea te ontmoeten. Omdat haar droom is om een praline te maken en ik wil haar daar heel graag bij helpen. Ja.